specialist. Mag ik even nu weer aandacht, alstublieft? Dank u wel. Burgemeester, meneer de Schepen. Beste allemaal, ik heet u van harte welkom op deze causerie van Marcel Kokke. Wij kunnen deze causerie doen dankzij, eigenlijk ook, en daarvoor zou ik een woordje dank willen zeggen, aan Jeroen van der Oura, die directeur is van het Atheneum Wittenburg aan de Brul, voor deze zaal en alle faciliteiten. Hartelijk dank daarvoor. En dat is eigenlijk ook mede mogelijk gemaakt eigenlijk met tal van verenigingen die een ja-woord gegeven hebben om samen te werken met ons. En dat is onder andere de Liberale Vrouwen, het 8 mei-comité, de Ouderlingenbond, de Oud-Leerlingenbond, Busleiden Atheneum, Campus Pittenburg, Mechelen 2000 plus VZW, de Stadsgidsen van Mechelen, de Koninklijke Kring van Oudheidkunde, Kunst en Letteren van Mechelen en het Liberaal Kruis. Marcel gaat vandaag komen een beetje vertellen over zijn ervaring, hetgeen dat hij meegemaakt heeft als klein manneke bij het bombardement van het arsenaal gedurende de Tweede Wereldoorlog. We zitten hier in een school en ik zou vragen aan iedereen, ik ga nu eigenlijk een beetje de juffrouw spelen, ik zou eigenlijk willen vragen aan iedereen van heel stil te zijn en heel braaf te blijven zitten, want er zou eigenlijk een probleem zijn van micro. Micro kan boven, maar niet tot beneden, dus heel stilletjes zijn, dat wij allemaal heel goed Marcel zijn causerie kunnen volgen. Maar eerst en vooral zou ik toch even nog het woord willen geven aan onze burgemeester. Dames en heren, beste vrienden van het Willemsfonds, beste voorzitter. Het is voor mij natuurlijk een ware eer en genoegen om hier vandaag mogen deel te nemen of aanwezig te zijn op de causerie van Marcel. Ik ga daar zelfs nog iets meer over zeggen. Voor mij toch een eerste keer en ook een beetje een uniek moment. Men zegt wel eens over iemand, dat is een wandelende encyclopedie. Men zegt dat vaak, alleen vaak, waarom heb ik dat nog niet gezegd, maar ik ken er een aantal waar men dat over zegt. En Marcel is daar zo één iemand van. Vaak is dat overdreven, maar ik denk in het geval van Marcel dat dat niet overdreven is. Bij het tegendeel. Ik denk dat het, als ik me niet vergis, Jan Smits is, die sprak van een levend archief van onze stad. En ik denk dat dat inderdaad niet overdreven is. Als je iets over geschiedenis wil weten, dan kan je denk ik twee dingen doen. Geschiedenis van Mechelen dan weliswaar. Dan kan je twee dingen doen. Je kunt de moeilijke weg nemen, je kunt de gemakkelijke weg nemen. De moeilijke weg, dat is naar het stadsarchief gaan, kilometers handelingen doorploegen, opzoekingen verrichten, echt tot op het bot gaan en zoeken totdat je weet en gevonden hebt wat je moet weten. Of, je belt naar Marcel, je vraagt hem, hij antwoordt en het probleem is opgelost. Het gaat iets sneller gaan, dus een tip, ga dat nu niet allemaal doen, want dan denk je dat je van 's morgens tot 's avonds niks anders doet als telefoons beantwoorden. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Ik denk, misschien is dat wel overdreven, maar het is misschien een boutade. Marcel is ondertussen, je hebt de gezegende leeftijd bereikt, dat je eigenlijk ondertussen de volledige geschiedenis van de stad hebt meegemaakt. Sommigen zeggen zelfs dat het niet veel gescholen heeft, of dat in de klas gezeten bij keizer Karel. Maar ik weet niet of dat waar is, maar het zou misschien wel eens gekunnen hebben. De kennis van Marcel over Mechelen is onuitputtelijk. Ik heb recent nog de keuze gemaakt om uw laatste boek door te ploegen. Ik zal het zo maar zeggen. Ja, door te ploegen, met een klepper van meer dan 500 bladzijden. En de eerlijkheid gebied. Ik heb mensen die tegen u zullen zeggen, dat las gelijk een trein, dat was ongelooflijk. Ik heb er op gewerkt en op gevroed, en op gezweet zelfs soms, maar het is gewoon een enorme bron van kennis en informatie. Hè. Soms informatie waarvan je zegt van ja, die zijn wel zinvol, maar het is gewoon, hè, het is gewoon een encyclopedie van Mechelen en de geschiedenis en de weetjes van onze stad. Maar ik ben er doorgeraakt, het heeft me wel even geduurd. Misschien ook wil zeggen, voorzitter, door Marcel als gastspreker te nemen, heb je toch ook een klein risico genomen, denk ik.
Marcel, want als je met hem niet hebt afgesproken hoe lang dat hij mag spreken, is de kans groot dat we tegen 6-7 uur, Marcel, nog zitten. Het is goed weer. Ja. Ik denk dat de meeste mensen gaan proberen toch nog van het terrasje te genieten. We gaan genieten van uw causerie, maar probeer toch binnen de 3 uur te houden, Marcel. Dat zou wel... Nee, ik doe er nu een beetje lacherig over, maar in alle eerlijkheid, en dat is volledig oprecht, ik denk dat Marcel Kokke een van onze Mechelse reuzen is. He, misschien niet letterlijk, maar dan toch wel figuurlijk en eigenlijk ook letterlijk. Hij is immaterieel erfgoed als het ware. En voor mij is het iets waar ik enorm naar uitkijk om zelfs dat immaterieel erfgoed te horen spreken, te horen vertellen. Vooral ook al die sappige weetjes over de Tweede Wereldoorlog, vooral dan het einde van die Tweede Wereldoorlog met ons te delen. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat we elkaar eigenlijk nog nooit echt gesproken hebben. Ik bedoel, we hebben gesproken als we elkaar tegenkwamen. Maar ik was net burgemeester 2 jaar geleden. En ik had een to-do-lijst, en daar stond heel veel op. En een van die dingen was een aantal mensen persoonlijk spreken, uitnodigen op stadhuis en die eigenlijk eens goed leren kennen. He? Daar een deftig gesprek van langer dan een half uur of een uur mee hebben. En dan is er iets gebeurd, wat we allemaal kennen, waardoor dat sommigen onder ons nu hadden een vuurtje geven, waaronder ikzelf, COVID. En dat is allemaal niet doorgegaan. Jij weet dat natuurlijk niet, maar eigenlijk stond op mijn to-do Marcel Kokke uitnodigen en daar eens goed kennis mee maken. En uiteindelijk is COVID nu min of meer gedaan. En wij zien elkaar, en je weet het, volgende week zien we elkaar. Het gaat uiteindelijk gebeuren, dus iets waar ik toch wel een beetje naar uitkijk. Volgende week. Ja, ik zou nog heel veel kunnen vertellen. Ik ga dat niet doen. Ik denk dat we hier zijn eigenlijk voor naar Marcel te luisteren. Dus ik ga stoppen met jullie toe te spreken. Jullie vooral een fijne namiddag toe te wensen. En geniet straks zeker ook nog van de zon. Dank u wel. Ik spreek graag kort tegen het publiek. Daarmee dat ik hier zit en niet daarboven. Ik heb ooit jaren terug in Turnhout gaan spreken in een grote zaal voor de oud-uitkundige kring, Taxandria. En daar zat ik minstens 10 meter van de eerste rij. Ik heb me nooit zo ongelukkig gevoeld. Ik sprak tegen een zaal en niet tegen mensen. En ik spreek graag tegen mensen. En mijn eerste vraag die ik tot u richt is dat iemand misschien de deur wil toedoen. Want ik zit hier vlak in de trek. Van de trek moeten leven, maar niet van die trek. Het is een domme vraag, maar een realistische vraag. Dank u zeer. Dank u zeer. Ik begin misschien verkeerd. Ik heb blaadjes volgeschreven, gisteren, zelfs van de morgen nog. Ik heb er een deel thuis laten liggen. Want als ik begin met heel die chronologie, zoals in mijn hoofd zat, ja, wanneer geraken we dan thuis, burgemeester? En ik begin mee dat iets dat ik daar even, terwijl ik daar zat, door mijn geest gekomen, of in mijn geest gekomen is. Over de dwaasheid van de oorlog. En dit is een waar verhaal, in Mechelen. Het is geen fabeltje uit een boek. Het is 19 april, 44 s'avonds, rond 7, 8 uur, s'avonds. Lievrouwe kerk staat in brand. Ik heb daar nog ergens hier een foto bij, dat je er ook nog ziet opstijgen. En dan die kerk op Lievrouwe kerkhof, de kant van de Zotskop, of van de Carillon d'Argent, of hoe dat je het ook noemt, in het huis nummer 8 of 10, woont de familie Dassy. Mijn ouders kenden die familie, dat is duidelijk. En die familie Dassy die bestaat uit vader en moeder en 3 dochters. De oudste, Lieseke, en dan 23, 24 en een tweeling van 17, 18 jaar. Die 19 april slaagt mijn moeder Dassy, wat men in Mechelen zegt, de schrik in bloed.
die wil daar aan Livrouwekerk niet blijven wonen. Die moet daar weg, want die heeft die kerk zien branden. Voor haar was dat te veel. En die trekt uit haar huis uit. En die krijgen een verblijf op de Koningastrietlaan. Iedereen kent de Koningastrietlaan. Op 1 mei, 's nachts, wordt Mechelen teruggebombardeerd. Er valt 1 bom op de Astridlaan. Een laan met mijn zinziens minstens 100, als geen 120 huizen aan. 1 bom valt er op dat huis waar de familie Dassie woont. Vader, moeder en 2 dochters zijn dood. Dood. De oudste dochter niet. Die was niet thuis. Die wil bij een vriendin blijven slapen. Dat is de dwaasheid van oorlog. Vluchten voor het gevaar. Wie vroeger het ateneum of het middelbaar onderwijs bezocht heeft, heeft zeker geleerd van de tuinman en de dood. Vanmorgen, en de rest vertel ik niet, want dan dwaal ik helemaal af. En ik heb van de morgen, of beter gezegd, vannacht, nog zitten. Heel mijn verhaal probeerde te synthetiseren in een aantal punten. In feite, de conclusie vertel ik in het begin. En we zullen zien waar we uitkomen. Maar ik heb 5 punten die mij, want het gaat over mijn indrukken, mijn herinneringen, die misschien strijdig zijn met sommige van jullie hun herinneringen, die zeggen, het was zo, ja, dan is dat uw mening goed. En ik wil direct zeggen dat Mechelen op 19 april gebombardeerd is door Amerikanen en op 1 mei door Engelsen. Ik weet dat niet, dat is toch gepubliceerd, ik heb dat gelezen. Want op die moment speelde dat geen rol wie er bombardeerde. Duidelijk dat dat geen rol speelde. En ik heb 5 punten opgeschreven die voor mij ingrijpend zijn. Nu nog waar ik me worstel soms. Ik moet niet zeggen dat ik een trauma heb. Maar er zijn dingen waar ik absoluut dikwijls zit over de dubbe. Ik ben bezig heel de reeks van Maurice de Wilde door te zien. Ik vind op het net programma's, filmen over de Tweede Oorlog, te begrijpen, proberen te begrijpen waarom en hoe dat kan. Ik heb daar even gezegd, de dwaasheid van de oorlog. En dat is toch een dwaasheid. En ik kom tot 5 punten. En het eerste punt dat me bijblijft is angst. Schrik op zijn Mechels. En ik heb schrik gezien in al zijn vormen. Ik heb mijn moeder zien schrik hebben. We waren de 19e april. Mijn moeder en ik in Bonaire. Waarom en hoe speelt geen rol. Maar we hebben het bombardement gezien om 18 uur en 10 en zo in 3 golven. We hebben dat gezien. We hebben die vliegtuigen gezien uit de wolken verschijnen. We hebben de Duitse vlak afweergeschutten zien op schieten. We hebben die bommen zien neerdwarrelen. We hebben die brand gezien s'avonds. En waar was mijn vader? Die werkte in het arsenaal. Waar was hij? Niemand wist iets. En zo een uur na dat bombardement, na het einde van het bombardement, laat ons zeggen, half 8. Wat dan in de oorlog ook zomertijd, voor degenen die het niet weten. Lopen langs de Peulisbaan waar we waren, die eerste vluchtelingen door de straat. Met die schrikken in gezicht, die vertrokken gezichten. Grijs van stof, die kwamen vanuit de huizen van onze weg, de Bergleufse Steenweg, en die liepen via Muizen weg.
die liepen door met een blik op onaandig en verstand op me. En die riepen heel makkelijk plat, brand. En die liepen door, die bleven lopen en niet gaan en lopen. Met graas van stof, verwrongen gezichten. Schrik. Een van die mannen, is van die zonen die we daar kenden, reed met zijn fiets naar Mechelen. Maar hij mocht nergens niet door. In Muizen was het gedaan, aan de brug aan de Dalen. Niemand daar niet over, Nekkerspoel. Heel die stad was afgezet. Zeker die oostelijke kant. Niemand mocht daar door. We moesten daar heel wat branden geblust en enzovoort. Je kunt indenken wat dat daar was na een bombardement. Schrik. En dan heb ik nog de schrijf van mijn onkel gehoord. De 1e mei. De schrijf. We zaten in dat klein keldertje. We waren dus uitgebombardeerd op de Leufse Steenweg. We konden intrekken bij mijn tante Lies en mijn onkel Jaf in de Lange Nieuwstraat. Dus hier vlakbij. Hè. Maar wel tegen de Miltenstraat aan. Dat was een verdieping vrij. En we zaten in dat klein keldertje. Met kleine wilfjes zo. Je moet dat indenken. Een dompe keldertje. Met mijn moeder, onkel Jeff, tante Lies, ik en een grote hond. Hier een berg steenkool. Ulle, hè? Dat is aan het zoen ulle. En hier de afvoerbuis. Die trente, likte, stonk, op zijn makkelijk gezegd, het stonker. En wij horen die 1e mei, het was middernacht, de nacht van 1 op 2 mei, hè, dus niet 30 april op 1 mei, 1 mei op 2 mei. Horen we dus, nou, die bommen vallen, plus die in Daver. Is er iemand hier die al een bombardement intact bijgewoond heeft? Gevoeld dat, hè? Plus het gerong dat we hoorden van die vliegtuigen. Je krijgt dus een mengeling van lawaai, bommen, dat afweergeschut. Dat is tak, 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 dat zijn korte, dat blaft, hè? Dat blaft, gelijk een kwade hond. En je hoort die bommen vallen. En we horen een bom. En dat is geen lawaai, je krijgt er nog kippenvel van, dat zo schrikkelijk is, dan het huilen van een bom die naar beneden komt. Nee, die huilt in de lucht. Nee, de luchtverplaatsing, wet van de natuurkunde die ik niet ken. En als u genoeg filmpjes gezien hebt over de oorlog, dan kun je zien dat zo'n vliegtuig meerdere bommen lost. Die vliegtuigen toen, die Mechelen bombardeerden, hadden 10 bommen van 500 pond bij, dus 250 kilo plus minus. En die eerste bom, waar dat die gevallen is, weet ik, maar dan hoorde een bom vallen, huilen, en die valt op het huis van de koning Astitla. Maar dat wisten we niet. En dan hoorde een paar seconden later terug een ontploffen, en die komt al veel korter bij. Dat is op de Hoogstraat, de apotheek Colo. Daar ongeveer. Daar valt een. En een paar seconden nadien valt er terug een bom. Op de beruchte kelder van de aannemer van Meerbeek in de Groenstraat, waar 32 doden waren, die valt op. Ik zat thuis van mijn tante, was een smal lang huis dat van achter beneden open ging. Wij zaten in dat keldertje van achter. En op dat keldergat lag een grote ijzeren plaat, zeker een meter op een meter. Mijn onkel Jeff was een glazenmaker, een meester glazenmaker. Dat huis stak vol glas. Kun je volgen? En dat magazijn was met eterniet in glas dichtgelegd. Dat valt allemaal in elkaar, want wij waren maar 30, hoogstens 40 meter van die bom. Hè. Dat lawaai van de hele duivelen stof, daar is dat gelicht. En als die laatste bom die zo vlakbij komt, valt,
hoorde ik de schraaf van mijn onkel Jeff nog in mijn ogen, in mijn oren. Die roept, lees, lees, die is voor ons. Zo, plofte 30 meter verder. In dat keldertje is toen, met bij de andere bommen ook horen vallen, er is een gevallen hier vlakbij aan de Ravenbergstraat, dat is de volgende laag, je kunt dat volgen. En er is er een gevallen aan de Lange Schipstraat, als je dat doortrekt, kun je dat goed zien. Dan moet er ook een gevallen zijn ergens aan de vaart of in die beemden daar. Dus je kunt die raar volgen. Dan, die laatste bom is ontploft in Mechelen. Dan is er een stilte. Ik heb nooit zo'n stilte gehoord. Stilte kun je horen, maar stilte kun je ook voelen. En dan, ik heb achteraf nog stilte gehoord. Bij een concert in de kathedraal heb ik stilte gehoord. De laatste noten na het concert, een absolute stilte met 700, 800 man in de kathedraal. En je hoorde geen blad ritselen. Dat is een gewijde stilte. Maar die stilte in de kelder, dat was een stilte van, leven we nog? Of we overleven nog? En dan, dat is dus een angst. En dan heb ik, een angst op 19 april heb ik gezegd, en dan heb ik nog angst gezien. Allemaal in dezelfde periode. Hè? Dat is op 4 september. Met de bevrijding, in de late voormiddag. Vooral zal ik misschien nog verder vertellen. Staan we in de Lange Niestraat aan de deur. Want er is rumoer, de Engelsen komen, later komen ze door de Vrouwenstraat. Maar op die moment nog niet, maar dat geroep is er. En we gaan op straat kijken. Tante Lies, onkel Jeff, mijn moeder, Rieke. Mijn vader was denk ik bij zijn dochter, want die was alleen. Mijn zuster is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. Dat is een heel ander verhaal. Komen uit de Milzenstraat, kun je volgen hier vlakbij? Ja, mijn vader was weduwe. Zijn vrouw is in de Eerste Oorlog gestorven terwijl hij aan het front was. En hij is later met de zuster van zijn vrouw vertrouwd. Omwille van die dochter. Maar ja, dat is familie wel. Komen uit de Mildestraat, ik zie het nog voor mijn ogen, alhoewel ik was nog een kind, maar dat zijn dingen die bijblijven. 10, 12, meer niet hoor, Duitse soldaten. Maar geen peloton, gelijk wij zouden denken, met een helm, met een geweer, nee. 10, 12, door toeval samengekomen soldaten die achtergebleven waren, ergens hoe, van verschillende wapens, de ene met een helm op, de andere met een muts, de andere had niks op zijn hoofd, de ene had nog een geweer, was de ene met een revolver, en de, ja, een ander, ja, die liepen daar met stoppelbaarden en die deden teken naar ons, weg, ga die duizen, ga binnen. Met die mensen die schrik op hun lijf, je zag dat, voor beschoten te worden door, niet door het leger, want die wouden zich overgeven, maar door de, wat als in Frans de résistance noemen. We weten allemaal hoe in Frankrijk na de bevrijding de résistance te werk is gegaan. Die mannen hadden schrik, die waren bang en die hebben zich dan overgegeven, in de Livrouwenstraat zeker. Dat weet ik niet. Dat is schrik die ik gezien heb. En dan is er nog iets. Dat blijft hangen bij mij. Ik spreek alle die nagen aan. Dat zijn geluiden. Je zou zeggen geluiden. Je kunt visueel beelden onthouden. Maar geluiden. En dat is heel merkwaardig. Ik heb geluiden onthouden van vliegtuigen. Want u moet indenken, we zaten bij mijn tante Lies in een klein keukentje. Echt een klein keukentje. Waarom? Ik had maar één stoof die brandde, hè? Want ik
kolen waren zeldzaam. In dat keldertje. Rond een tafel. En zaten we zonder babbelen, hè. Want als mijn tante Lie die graag babbelt en iets zei, dan zei mijn onkel, lees, wacht. Zo, of een mond op. Luisteren naar de vliegtuigen of het alarm, de sirene die afging. Koerheid, hup, allemaal de kelder in. Zo ging die avonden voorbij. Luisteren naar vliegtuigen. En nu minder omdat ik slecht hoor, maar tot een paar jaar terug hoorde ik, als er een vliegtuig overkwam, dat met een straalmotor was of met schroeven. Dat is een verschil in geluid. Wel, ik was erop toegespitst. Ik heb daar maanden ook in dat keukentje zitten luisteren naar de vliegtuigen. En dan is er nog iets dat blijven hangen is in mijn geheugen. En dat is heel verbazend. Dat is geur. Rieken. Geur. Hoe kun je geur in verband brengen met oorlog en bombardementen? Wel, bij mij als kind is dat blijven hangen, die reuk, de geur. En ik bracht dat in verband met bombardementen. Wanneer ik in de Angeniestraat de andere dag uit de kelder kwam, waar wij uit het huis kwam, ging over die wijk een geur, een zerpe geur, een zure geur, wie de boer die sterft gelezen heeft. Een oude boer lag te sterven in de foute kamer, in de zure lucht stond zijn bed. Zo'n geur kwam daar, zuur, vies. In feite de geur van puinen, van kalk. Maar als kind, ik zeg, ik was 8 jaar en een beetje toen, combineerde ik die geur met doden. In mijn geest lagen daar nog onder die puinen doden. En die geur, dat heeft lang geduurd voordat ik die idee kwijtgeraakt ben. We zijn in 1945. In april of ja, april 1945 terug naar de Leufse Steenweg gegaan. Dan was die wijk nog een halve puinhoop. Hè. Wij speelden in de puinen, maar toch bleef alles in mijn hoofd. Daar ligt nog een dode onder. En ja, die geur heb ik nog. Naar gelang waar ik kom en ik snap die geur op, word ik terug moeilijk, word ik ambetant, zoals ze zeggen. En van dat keldertje gesproken, in 1995 was er in Brussel de grote tentoonstelling. Ik was 20 in 1945, een hele interessante tentoonstelling. En in de voerstreek, rond de kanten van Neumorensnit en Hendrikskapelle, daar in een van die kleine dorpjes, was er een merkwaardige tentoonstelling in het cultuurcentrum, maar aangevuld met tentoonstellingstenten, over het Vorunschet-offensief en de oorlog in die streek. Dezelfde ontwerpers van Ik was 20 in 1945 hadden ook die tentoonstelling ontworpen. Dus ik was zeker dat het kwaliteitsvol zou zijn. Ik ben daar op een dag in de week naartoe gereden. Buiten mij was er geloof ik nog één bezoeker, want dat ligt in de uithoek. Ik ben daar rondgelopen, dat was heel interessant opgebouwd met kaarten en originele wapens en zelfs een originele lazaret, een ziekenboek zal ik maar zeggen. Of dus zo. En daar is ook een schuilkeldertje nagebouwd. Bijna identiek aan het schuilkeldertje waar ik in mei 44 in zat. Met die kleine gewulfjes, gemetselde gewulfjes, met een poetrel gewulfd, een klein keldergat, met zandslakjes voor, en dan het plafond op de zoldering in één lamp aan een draadje,
Zo was hij in dat keldertje dat ik in de Lange Nieuwstraat zat. En zodra dat je daarin kwam, in dat keldertje, daar stonden ergens sensoren, waar weet ik niet, maar zo gauw als je daarin kwam, krijg je het gevoel dat iets verder bommen ontploffen. Dat keldertje krijgt dat geluid en dat keldertje bibbert, beweegt, beeft, davert. Ik ben daar weggelopen. Ik krijg dan nog mijn lach komt recht op mijn arm als ik eraan denk. Ik ben daar weggelopen. Ik zat terug in 44 in dat keldertje. Dat was misschien het doel. Maar ik, aangrijpend voor mij, ik ben daar weggelopen. Ik ben terug in mijn auto gestapt. En ik ben naar het militair kerkhof van Hendrikskapelle gereden. Amerikaans kerkhof. Dat is een van mijn dadas. Militaire kerkhoven bezoeken. Ik ben ook aan Pandok in Normandië geweest. Een Duits kerkhof daar met beeld van Keten Kollwitz. En dan kwam ik terug bij waar ik mee begonnen ben. De dwaasheid van de oorlog. En dan ben ik daar ook in Normandië, om even af te dwalen, op een Duits kerkhof geweest. Het verschil tussen die Amerikanen en die Duitsers. Het Amerikaans was groot, met graven in, grafstenen in witte Carrara marmer. Met overal de naam op en het regiment. En ik geloof de datum van het sneuvelen. Nadien kom ik op het Duits kerkhof. Veel soperder het land in, met stenen, ijzerhoudende zandsteen, klein kruisjes, niet groter dan dat, en in het midden een kameradengraf. Kameradengraf. In, kameraden. En dat is rond, vrij groot hoor, een cirkel. Allemaal graven, een na het ander. En een heuvel met bovenop een kruis, ook in zo'n hardsteen. Maar zonder Christus, gewoon een kruis. En daar zijn die grafstenen anders. Daar staat iets anders op. Daar staat de naam op van de mens die er ligt. En zijn geboortejaar en zijn overlijdensjaar. En een heel ander verhaal. Maar die Amerikanen ligt daar John Brown en een andere. Daar ligt daar een Duitse soldaat, geboren dan, gesneuveld of overleden. Dat ergens in Frankrijk. En dan heb ik die data gezien. Dat waren jongens van 17 jaar, hè. Dat waren kinderen. Dwaasheid van de oorlog, komt dat terug. En dan ligt daar een generaal. En daarneven een soldaat. Daarom een kameradengraaf. Maar ze zijn dood, hè. Dat dwaasheid van de oorlog. Ik herhaal het, dat is geen grotere dwaasheid op zo'n oorlog. Die plotse stilte heb ik al gezegd. Die stilte die je dus voelt. En dan het gevoel dat ik heb, ik druk erop, ik zeg mijn gevoelens. Dat is de onmacht. Die heb je niet op die moment. Ik had als kind niet het gevoel van onmacht. Ik was een kind, ik onderging dat. Maar met daarover te denken en die soldatengraven te zien en die vluchtelingen te zien. Dat gevoel van onmacht. Je ziet dat, je maakt dat mee en je kunt daar niks aan doen. Hè. Je kunt daar niks aan doen. Je staat daar, jullie ook niet. Niemand kan daar iets aan doen. Als morgen een dwaas op een toppetje duwt, een plof te boelen, wij kunnen daar niks aan doen. Wij zullen wel een sigaar zijn. En ik kom op hetgeen dat ik al dikwijls gezegd heb, als historicus en geschreven, dat is dat de geschiedenis eigenlijk geschreven wordt door generaals en keizers en koningen, maar dat de geschiedenis geschraagd wordt, gedragen wordt door de gewone mens. Het is niet, kom, we moeten elkaar niks wijsmaken. Montgomery en Eisenhower zijn niet gevallen op het front, hè. Die vergaderden in ergens een club in Londen, hè. Daar zat hij aan een grote kaart, vliegtuigjes te verzetten. Hè. In de Eerste Oorlog ook, hè. De generaal Wagon en Foch, hoe weet je, zijn niet gesneuveld in de loopgraven. Hè.
Die zijn daar niet misschien pro forma in geweest van een foto en terug weg. Dus dat zijn de dingen die onmacht die je hebt. Dat gevoel van onmacht. Je staat daar, je maakt dat mee en je kunt daar niks aan doen. En dan heb ik dat ook gezien met mijn ouders. Mijn ouders, gewoon werkmensen. Mijn vader had zelf bijna 3 jaar voor de Union Minière du Haut Katanga in Congo gewerkt. Dat werd goed betaald. Je had een wedden, maar je kreeg ook wat men zo mooi noemde in het Vlaams een séjour. Dus verblijf in het buitenland. En dat was het beste. En met dat geld en nog een leningsje aan een werkmanshuis gekocht op de Leuvense Steenweg. In 34. Met een lening van 20 jaar. In zijn half weg wordt dat huis voor een deel kapot gegooid. Je kunt niet denken dat mijn ouders dat niet meer lachten. Hè. En mijn moeder is jong gestorven. Ik verdenk nog altijd dat een oorlog mede oorzaak was. Want mijn moeder was een zenuwleidster, die is in instellingen geweest. Niet alleen het huis kapot gegooid, maar haar oudste zoon opgepakt door de Duitsers, die zat ergens weg. Daar hebben we vanaf augustus 1944 tot mei 1945 niks meer van gehoord. We wisten niet waar hij was, we wisten niet dat hij leefde. Dus je ziet allemaal dingen die samenkomen, dat bombardementen, die zoon die verdwenen is. Ah ja, kom. Maar ik heb ook als kind drama's meegemaakt. En nu gaan we misschien lachen. En dan mogen we dat doen, want ik wil zelfs aandigen met een stukje humor. Want alles heeft, elke blijen heeft 2 zijden. En Frank, jij weet dat ook als advocaat, dat elke zaak 2 kanten heeft. Hè. Dat ik dacht van welke kant dat je staat. Dat is een verhaaltje over de kat. U wil zeggen een kat, ja. En die kat die heette Mozart. Niet Mozart, Mozart op zijn Frans uitgesproken. We hadden thuis een kat, als ik geboren ben, was er al een kat, die sliep bij mij in de wieg. Die mocht dat niet, maar die deed dat, kom. Ja, we hadden een kat. En die was in 40 weggelopen, die was weg. En ik allemaal mopperen en een kat nemen. En de man had terug een kat in huis genomen, in 1 of 42. Maar er was geen eten voor die katten. Een rantsoen vlees van 50 gram of 100 gram per week. Daar werd alle, ik zal het op zijn makker zeggen, alle knus, alle zwoerden werden opgegeten, in kleine stukjes gesneden, dat werd opgegeten. Melk, dat beetje melk, dat was van mij, dat waren de zegeltjes. Iemand weet dat nog, nummer 11, hè, de zegeltjes van melk. Dat was van mij. En die kat, die miauwde erbarmelijk van de honger. En mijn moeder, die niet zo muzikaal was, die vond dat het miauw van de kat op muziek van zender Brussel, klassieke muziek, op katten gejammer trok en dat was muziek van Mozart. Van Mozart. En de kat werd Mozart genoemd. Op 23 november 1943, waarom dat ik dat goed weet, dat was juist mijn verjaardag. Ik werd 8 jaar die dag. Zal de weerstand het zaanhuis van Muizen, van het vormingsstation Muizen, Mechelen, in feite is dat Mechelen, maar men noemde het Muizen, dynamiteren. In rechte lijn was dat pakweg 100, 150 meter van waar dat we woonden, dat lag praktisch achter ons huis. En dan knal al die ruiten daar, we vluchten de kelder in. Ons moeder met een klein koffertje waar het trouwboekje in zat en de koopakte van het huis en de verzekering. En ik met die kat in mijn arm, de kelder in. Een paar weken later kom ik thuis van school en de kat is weg. De kat is weg. En dan wordt verhaal verteld tegen mij. 8 jaar oud. De cousin van mijn moeder had de kat naar het slachthuis gedaan. Het slachthuis op de gezellen aan. Want daar schoten ze
Of de kattengraat is dood. Dat was een dienst van de stad aan de bevolking. Dat ze dus uw kat doodschoten. En dat werd verteld aan die oude neef of kozijn vertelde, ja. Die man had die kat vastgepakt en met zo'n hele pank doodgeschoten en op de vuilhoop of bij de afval gegooid. Ik droom nog van die kat, hè, van Mozart, die doodgeschoten is. Een slachtoffer van de oorlog was de kat Mozart. Op 23 november verjaarde ik. En dat was een verlaat verjaardagsgeschenk. De bombardementen zijn amper voorbij. We zijn bevrijd op 4 mei. Voor mij was dat een extra feest, 4 september, excuseer. Dat was een extra feest, 4 september. Want ik was in juli zeker. Of, ja, school was toen, maar vakantie was maar 6 weken doen. Dus veel commotie rond vandaag in de kranten. Maar de vakantie begon half juli. En ik was een van die laatste dagen thuisgekomen uit de noodschool. Met koorts. En een dokter komt, misschien dat sommigen ook dokter Andries gekende mij. Ja, nee, ik ben te oud aan het worden, ik zie. En ik had er ook koorts. En ik moest binnenblijven. En mijn vader moest een schild halen en voor de venster hangen. En daar stond op, dat is betreden deze huizes. Houses, genitief, is wegens scharlachherkranking verboden. De kruiscommandant toen een stempel met een hakenkruis en zo wat op. Want rode koorts was toen, en nu nog, zeer besmettelijk. Ik ben 6 weken moeten binnenblijven. Veel hulp was er niet. Binnenblijven op een geïmproviseerd bed. Koortsig, ik leefde in een soort koortsige droomwereld. Wat dat kreeg als medicamenten, dat weet ik niet. In elk geval, ik ben stilaan toch genezen. En u kunt het geloven of niet. Maar de 4 september 1944 mocht ik terug buiten van de dokter. Ik was bevrijd en de stad was bevrijd. Dat zijn dingen die ik ook nooit vergeet. Dat is dat ik bevrijd werd. Maar de bevrijding was amper gebeurd. Of we kregen een plaag die erger was dan de bombardementen. Veel erger. Dat waren de V1's en de V2's. Bombardementen, als je geluk had, was er eerst alarm. Dikwijls maar een minuut vooraf, maar het was er. Plus dat je die vliegtuigen goed hoorde komen. Als die boven Mechelen waren, konden die al horen, die kwamen over Willebroek. Je hoorde die vliegtuigen komen. Je had een kleine tijdspanne. Dat ging niet over uren, of dat ging over een paar minuten om in de kelder te duiken. Maar zeker mijn V2, de ginnentijd, die noorden niet, die zagen niet. De V1's hoorden en zagen, maar je wist niet waar die gingen vallen. Die vlogen niet zo hoog, kon die goed zien. V1, iedereen kent dat, was dus een vliegende bom. Met een motor kan dat naar gat, als ze zeiden. Hè. En het erge was, als die motor stil viel, viel die bom naar beneden. Maar die dwarrelde naar beneden, die viel niet baf. Nee, die... En die kon zo dwarrelen en zo dwarrelen en zo, je wist dat niet. En ik stond toen op het speelplein van de Zuidschool, thuis van dokter, een ander verhaal, maar kom, de Zuidschool was kapot, maar op het huis van dokter Van der Voort in de Livrouwenstraat, over de kerk, dat is nu een administratie van ik weet niet wat. Daar was de noodschool. En ik heb die bom zien schieten, zien afschieten. Die dwarrelde weg en die is toen gevallen op de kliniek van dokter De Bois met 728 doden. En dan leerden we op school, dat was een deel van onze vorming, wat we moesten doen als er een V1 kwam. Dat was een deel van de lessen. Dat is... Als je ze hoorde en zie, wist je dat ze kort bij was. Als je op straat waart
in de goot gaan liggen. Dus de goot, je hebt een voetpad, een trottoir, en dan hadden vroeger een blauwe steen, hè, de rand. En dan was hier de goot en hier de kazaanweg. Dus in die goot, plat in die goot gaan liggen, zo plat als dat je kon. En hopen dat de boom ergens anders viel. En op school, als we de bom hoorden, up onder de bank. Dat werd getraind. Dus dat was het enige weermiddel dat we hadden. Dat was in de goot gaan liggen. Letterlijk in de goot liggen, hè. Of op school onder de bank. Dat doet me denken aan iets anders. Sommigen gaan dat wel kennen. De antiraketmarsen in Brussel in de jaren 60 zeker, hè. Verkochten ze een middel tegen de atoombommen, hè. Ik heb dat nog gekocht. En een grote papieren zak die je over je kop moest doen, dan zag je niks. He, dus dat in feite, het systeem van de verdediging tegen de V1-bommen. Daar zijn er ook V1-bommen gevallen in het stadscentrum, op de poort van, of het fort van Leerenberg, op de Schuttersvest. Van kleine huizekers. Er is één gevallen tussen de Vrouwenstraat en de Dalen, waardoor het oude zalmzwaar beschadigd was. Dat had ik weet, daar heb ik er niks van de bar. Als ik me goed herinner, is er één gevallen in Muizendorp, dat daardoor de kerk vernield is. Dus er zijn er in Mechelen heel wat gevallen van die bommen. En dat is ook een triestig verhaal. Want ik zie, ik moet nog bingen aan mijn leven. Dat was die leiding. Maar, ja, gelacht aan mij. Hè. Maar ik had geen inleiding bij, dat is meer improvisatie. Maar dan komen we aan die oorlog zelf. Ik heb daar veel van bij, maar, boeken vol, maar we gaan dat even vergeten. En ik ga meer spreken à la improvist. Dat is dat de mensen in de oorlog leerden hun plan trekken. Ongelooflijk hun plan trekken. Dat wij niet meer kennen, dat werd niks weggegooid, hè? Dat was het eerste. Een leeg busje van conserve, dat moesten we terug inleveren, of dat konden we van alles gebruiken. Hè? Blik was heel, heel belangrijk. De nagel, de spijker die je ergens uitdrukt, die werd terechtgeslagen, want spijkers raakten niet aan. Hè? Dus je kunt indenken, zo was alles gesteld op bijhouden en gebruiken. En daar ontstond, dat is berucht en bekend, een intense ruilhandel. Of nog beter gezegd, op zijn Mechels, de zwarte net, de zwarte markt. Waar dat je in feite, als je veel geld had, kwam men niks tekort. En ik weet pertinent, want mijn moeder verjaarde en iemand die we kenden had voor mijn moeder vers gebrande koffie gekocht. In augustus 1944. Vers gebrande koffie. En die werd verkocht in proefbuizen, een soort pipet of iets. Zo groot, en daar stak dan pakweg 20 gram koffie in. Meer niet, hè. Hij kon gaan een kopje koffie mee zitten. Echte bonencafé. Dus dat kon je kopen. Wie het wist, geraakte in de oorlog. Aan appelsien en aan citroen. Hoe kwam dat hier? Ja, dat was niet moeilijk. Zuid-Frankrijk, Italië, die waren bezet. Dus als je Duitser zat, die de navette, die brachten dat mee. En er waren er altijd mannen of slimmerikken die dat... Ja, kom, ik moet geen tekening maken. Mijn vader, om van de nos op de ezel te springen, die geraakte zelfs aan klein geitenboksjes. Maar dikwijls heeft hij één of twee keren mij eraan geraakt in de oorlog. Mijn vader werkte in het arsenaal. En daar waren ook veel boerenjongens. Of mannen die van de buiten kwamen, van Bootmeerbeek en zelfs hogerop en van Buggenhout. En de geit had, ja, hoe noemen ze dat, een koeikalf, wat zou een geit doen?
Ik weet, hij had jongstjes. Die bokken konden ze niks mee doen. De gaten die werden grootgebracht, vervlezen met melk. En die bokjes die werden geslacht als ze een paar, hoogstens 1-2 weken oud waren. En dat werd gereed gemaakt, zoals kon aan. In de oorlog alleen met wat jouw of van een shallot, want boter was er niet. Maar dat was goed eten. En hoe kwam dat mijn vader daar aangeraakte? Wel, mijn vader was ajusteur, paswerker. Dus spullen in ijzer maken, kraanspullen. En dat was een goede sleutelmaker. Mijn vader, hele familie had sleutels. Ik heb er thuis nog liggen. Geen heel sleutels, hè, maar van gewone sleutels van vroeger. En als er van die boeren zo een sleutel nodig had, vraagde dan de fonds, de kokken die maakte en die veilde een sleutel. En zo raakte die. En dan eet wij allemaal. En het schoonste wat hij ooit meebracht, schoon ook, de ogen, dat was een klomp ruwe suiker. Je kent van die suikerhoeden. Zoiets in die aard, maar niet in de vorm van een hoed, maar zo was een de klont boter van vroeger, hè. En dat kwam van Tiene. Die mannen van tegen Tiene, die hadden een familie die in de suikerfabriek werkte. En die mensen kregen tussendoor als een soort extra een klomp suiker. En die verschacherden dat, hè. En dan kregen we bezoek en dan werd er in de familie verteld, zeg, bij de kokken hadden ze allemaal vet op tafel staan. Hé, dat was suiker. En dat kenden we ook hier, de mensen konden dat ook kopen, in klein kartonnen doosjes. En dat heette kunsthonig. Iemand erin, dat was in feite, ze was honig, maar het was pure suiker en dat werd verkocht als kunsthonig. Heb jij dat nog, Tony? Kunsthonig? Nee. Ja, maar ja. En dan, we spreken over slechte tijd, over slechte tijd. En als kind heb ik dat toch hier en daar goede herinneringen aan. Want, dat is de keerzijde van de medaille, Frank. Je hebt aan elke kant de goede kant. Hè. Dat was patatkoek. Patatkoek. Van de patatten die niet direct de schoonste waren, die werden gekookt en er werd puree van gemaakt. Nee, simpel gezegd, patatpuree. En daar werd zoetstof in gedaan, saccharin. Als je suiker had, nog beter. En essence van amandelen. Dat kon je kopen, nu nog, bestaan nog. Hè. En dat werd dan in een vorm gedaan. En wat gebakken. We hadden een cuisinier thuis. Iedereen kende een cuisinier. Een kachel met oven. Een kachel, dus geen stoof, een kachel. Of gaat sommigen die zo'n systeem hadden in metaal dat ze op het gasvuur zetten. Een vuurket, een brandertje op het gasvuur. En dat werd een amandelkoek. Dat smaakte naar marsepein, hè. Dat was dat in een marsepein ontrent en ik heb dan alle herinneringen aan die koek die ons moeder maakte. Ik vond dat nog zo lekker. En datzelfde, want ik dwaal helemaal af, zo wat papieren maar laten liggen. Ik had een Engelse soldaat leren kennen. In 44, september, oktober. En hoe kom ik aan een Engelse, een korporaal, een oude man, een vrijwilliger. En ik heb dat boekje bij hier ergens, hier is het. Je moet het straks bekijken. Dat heb ik ineengeflanst met pakpapier. En elke Engelse soldaat dat ik op straat ontmoette, september, oktober, ging ik naartoe, please sir, put your name and address. En heel veel mensen schreven daar iets in. En die kregen van mij een papiertje met mijn naam. Ik had zo'n stempel. Toen ik in mijn bed lag met een coach, sloeg ik overal stempels op. Papiertje met een naam, mijn adres. En een Belgisch vlagje. En ik had dat zelf ineengestoken. Ik had Fintje van de Met.
Vintje van der Met. Die Raf de Smit gekend hebben, die moeder van Raf, dat was uit die familie, maar hoe dat die heette, dat winkeltje heette bij Vintje van der Met in de Vrouwenstraat. Er zat trouwens een plaat aan de gevel van Jan de Smit, dat was het winkeltje van Vintje van der Met. Een bol Belgisch lint gekocht, zo breed, een centimeter breed, onderhalve, met spaargeld. En ik had dat in stukjes van 5 centimeter gesneden, kun je niet denken. En ik had bij Vintje van der Met een blad spelden. Spelden werden toen op een papieren blad verkocht, zo, in een potteke. En ik kneep dat lintje in het midden wat plat, en stak die spelden door en ik had een Belgisch vlakske. En die soldaten kregen van mij een vlakske. Wel, een van die soldaten komt met dat papier op zekere dag bij mij thuis, maar dat was ons adres niet, dat was het adres van mijn onkel Jeff in dat lied, hè. Die man is daar binnengehaald als een vorst, een bevrijder, een soldaat. En nog iets, die man sprak vloeiend Duits en Frans. Een man die deed een functie op een bureau bij de Voskes, hè, de Vosvrijer op dat zetel. En die niet daar geweest, dat ze met de troepen verder trok. En ik ging die elke dag afhalen aan de Voskes. En ik had een kaartje gekregen, zo groot als dat papiertje. En daar stond op: Please call Corporal Wallace Seaford. En ik liet er dan de wacht zien en die riep Wallace. Na 3 dagen mocht ik dat binnen, want die wacht kende me. En daar kreeg ik in die tent dat hij zijn bureau had, Engelse thee. Een beker. Echte Engelse thee. Ik heb nooit in mijn leven, en ik drink veel thee, nooit zo'n goede thee gedronken, zelfs niet toen ik in Engeland was of in Ierland, dan daar in het leger Engelse thee. En die man, ik ben daar later in Londen geweest bij hem, een paar keren zelfs, die heeft me ook geleerd Engelse thee zetten. Met een heel ritueel, hè. En, maar die thee in het leger, dat is de goeie nap, de patatenkoek, en dan is iets in het Engels dat ik geleerd heb. Dus dat zijn ook dingen die ik nooit vergeet. En ik heb aan die soldaten die een boekje tekenden, vroeg nou souvenir. En ik heb van heel wat soldaten muntjes gekregen. Ik heb die bij die muntjes, die heb ik gekregen, die muntjes, van Engelse of ook een paar Amerikaanse soldaten. Dat is niet dat ik achteraf verzamelde. Nee, dat heb ik werkelijk in mijn hand gekregen. En nog een paar kentekens. En nog een knoop, hè, kentekens. Ik heb zelfs zo'n muts, maar ik heb die ergens gelegd en ik vind die niet meer. En ook Amerikaanse van die heel schoon muntjes van de Verenigde Staten met dat indianenhoofd. En aan de andere kant die buffel. Een van de mooiste munten die ooit geslagen zijn. Prachtige munten. En ik vroeg nog iets. Dat was nog souvenir. En dan vroeg ik nog iets. En die verbazend zijn wat ik vroeg. Ik vroeg nog een sigaret. En daar voegde ik er iets aan toe, een sigaret voor mami. Mijn vader smoorde geen sigaretten, die had liever een sigaretje of een nagel in zijn mond, of een luciferke. En mijn moeder, die nooit gerookt had, rookte een Engels sigaretje. Ik gaf ja mijn moeder, want ik heb nooit gerookt, dus, maar ik rook dat graag in Engels en ik hield die de lege doosjes bijwaar, kapstan. En de doosjes, het reclame bestaat nog, players please. Die kart, maar die heb ik al allemaal verloren gegaan, die doosjes. Dat waren zo herinneringen van direct na de bevrijding. En ik heb ooit van een Engelse soldaat, die reed met zo'n soort klein tankje, zo'n vierkantige, ik zie dat nog op filmen. En ik kreeg een stuk chocolade zo. Dat was ongelooflijk, een stuk chocolade. En van een Amerikaan, verschiet niet wat dat kreeg ik van een Amerikaan.
Daar lag een aas van mijn kou om. Ik kende dat niet. Maar ik zag die erop kouwen. En die kauwgom heb ik dagen gebruikt. En waar hield ik die bij achter mijn oor geplakt? Lach daarmee, maar dat was het, hè. Achter mijn oren en die kauwgom, dat was een mirakel, hè, zoiets. Ja, kom. En dan, om terug, moet ik zeggen, naar de oorlog te gaan, want we dwalen weer wat af. Dat is dat er een bezetting was, zoals iedereen weet. Maar die bezetting, dat waren niet alleen soldaten. We hadden in Mechelen ook een, ik kan zeggen, een burgerbezetting. Dat ging niet over militairen. Dat was bij de spoorwegen. In het arsenaal werkten Duitse spoorwegmannen. Omdat ook de Duitse locomotieven werden in het arsenaal hersteld. Maar er waren kleine verschillen tussen Belgische en Duitse locomotieven en machines. En dat waren ook mannen met een blauw kostuum, klaar blauw, met een rood streepje. Wanneer ik in 1957 de eerste keer in Duitsland kwam met een trein, nota bene, stapte daar op die trein en op met zo'n kostuum. Dat was het kostuum van de Duitse, toen Rijksbaan, later Bundesbaan. En die woonden bij particulieren aan de Leuvense Steenweg. En drie huizen voor ons huis. In het café van Dikke Fien, in het huis van Le Gros. Dat waren de mensen die Le Gros heten. In het ene huis was een kamer, daar was Hans en in het andere Heinz. Hans en Heinz. En die maakten deel uit van ons buurtgemeenschap. We denken 40, 41, 42, dat waren daar in de zomer. Er was niks te doen, je moest soms om 8 uur binnen. Maar men zat buiten met een stoel op straat te kijken naar wat voorbij kwam. Een Duitse auto, een oude camion van Melaxo of van Sas. En we zaten samen, die namen deel aan het gemeenschapsleven. Die spraken Duits, Vlaams, in de Vlaming spreekt Duits. Denk maar aan Pfaff, hè, hoe goed dat die Duits sprak. Dus, en dat ontstond, wat dat ze in Duits noemen, een gemütelijkheid, maar die mensen, voor die was het even vreemd dan voor ons. En ik kreeg daar van die mannen een frank. Zinken frangen of 10 pfennig. Die werd hier ook aangenomen, 10 pfennig. En daar ging Belloui op toekje van de Dries en de Steenweg een pakje zuur en zoet kopen. Iedereen kent dat nog, mevrouw u kent dat nog. En dan aflikken ze ook, ze trok zijn gezicht. Dat zijn ook herinneringen. En bij die oudste man, die was zo oud als mijn vader, dat was een man, een spoorwegarbeid, zat ik in 1941, toen was ik 6 jaar, 6 jaar en een half, op die kniepaard te rijden. Die mensen aan mijn deel aan het leven, en, ja, met de bombardementen van 1944 zijn we die mensen ook kwijtgeraakt. En dan was er nog iets curieus. Dat was naar de Engelse post luisteren. De Engelse radio. Dat is Mechels, de post, hè, van de radio. Want er is een verschil tussen de post en de post. De post, dat is de brieven onder. En de post, dat is de radiozender. Nu, de Engelse post, dat mocht niet. Daar stond heel veel gevang op. Of zelfs de doodstraf. Dat was dat mijn vader uit het arsenaal meegebracht. Je moest weten hoe je dat moest doen. Koperen draad, dat was groene draad, maar draad, een stof. En daar zat een hele fijne koperen draad in. En dat werd op een auto gestelke, zo'n soort kruisvorm rondgedaan. Je moest daar 15 of 20 meter rond doen. En dat was een binnenantenne. Want we hadden een buitenantenne. Maar die was weg. Die hadden ze al lang weggedaan. Want dan wisten ze dat je een radio had. Hè. En dan werd dat was zo'n grote oude bak, een belradio. Met je oor tegen die luidspreker op de lange golf. Nu nog Engeland, lange golf. Geluisterd naar de Engelse post. Dat geniefel van verstond, want dat werd gestoord uiteraard.
Maar dan krijg je van die cryptische mededelingen. Jozef en Maria gaan wandelen. Of het is mooi weer in Luxemburg. De zon schijnt. Of van die dingen dat je niks van begreep. Of tante Net heeft een bloemkool gekocht. En dat waren boodschappen voor de weerstand hier in Vlaanderen of zelfs in Holland. Dat zij wisten wat dat daarmee betekende. Want je werd langs die Engelse post ook permanent verwittigd. Blijf weg uit de buurt van fabrieken, spoorwegen, stations. Blijf daar weg. Maar wij woonden schuin tegenover het arsenaal. Wij hadden daar moeten wegblijven, we hadden moeten weggaan en ergens anders gaan wonen. Ja, dat kun je in Londen zeggen, hè. Maar als je dan in Mechelen woont, waar gaan we in godsnaam naartoe? Waar moeten we naartoe? Ergens in Keenbergen, maar ten eerste die centen niet, mijn vader werkte in het arsenaal. En vooral, dat huis was van mijn vader en mijn moeder, dat was niet afbetaald, hè. Dus die zou nog liever doodvallen dan uit dat huis te gaan. Dus wij bleven, niet alleen mijn ouders, hè. Al die mensen die daar woonden, ik heb er zelf persoonlijk gekend, die lieten hun huis voor niks achter. Hè. Dat was hun eigendom, die bleven daarbij. Hè. Dan heb ik nog de bevrijding, de W1, een paar herinneringen aan de bevoorrading. Over de vlucht, maar zwagen. Maar over de vlucht zwagen is voor mij moeilijk. Ik deel mijn leven in stukken. Iedereen trouwens deelt zijn leven in. De ene zegt een dag dat ik trouwde, of de dag dat mijn dochter geboren werd, of toen mijn moeder stierf. Ik heb een heel andere indeling in mijn leven. Ik heb mijn indeling voor de vlucht. Dan was ik een kleuter. Daar weet ik heel weinig van. Mijn kinderjeugd was voorbij met de vlucht in 40. Dat is een apart verhaal, ik kan dat niet vertellen. Maar dat was van de ene dag op de andere, uit mijn comfort, uit mijn bed, in een fourgon. Een fourgon, dat is een goederenwagen. Zo, België doorgezwerfd, een paar dagen. De eerste nacht we vertrokken op het vormingsstation van Muizen. Ik kon wel waar dat die fourgon stond, mijn kamer zien thuis, hè, dus op de Leufse Steen. En we moesten, mijn vader was verplicht voor te verhuizen, want men ging. Allee, ja, hoe kunnen ze stom zijn, hè? Men ging het arsenaal erop richten in Noord-Frankrijk, of achter de Leie. Want onze generaals waren in 1940. De oorlog van 1418 aan het voorbereiden, als je begrijpt wat ik bedoel. Er is een spreuk, een bekende, ik weet niet welke Franse president dat gezegd heeft, misschien Poincaré. Generaals bereiden steeds de voorbije oorlogen voor. Men had dat hier ook gedaan. Die trein zwierf rond door Vlaanderen. En in plaats, als we aan de Franse grens kwamen, we zijn de 14e of de 15e mei vertrokken, in 40, tegen dat we eindelijk aan de Franse grens geraakten, waar de Duitsers al in Abbeville aan de kust was die grens gesloten. En die trein is dan nog tot in knokken geraakt. Iedereen uitstappen, terminus in Tirefoplan, en mes amis. En wij hebben daar ergens een week palias parterre geslapen. En dan zijn we thuis geraakt. En dan kun je dat geloven of niet. Hè. En dan, ik lag daarmee met mezelf. Hè. Ik was de enige die in heel dat begin van de oorlog gekwetst is geworden. Mijn broer was soldaat en mijn schoonbroer was soldaat. Die hadden alle twee de 18-daagse veldtocht meegemaakt. Krijgsgevangenen geweest, al wat dat je wilt. Die zijn zonder één schrammeke thuis gekomen. En ik niet. Ik was mee gaan spelen met grote jongens. Er waren dat in die duinen, waren de tranchees gegraven. Gelijk hier in de oorlog op de Wollemarkt, hè. Allee, op Sint-Roenbertskerkhof. En daar lagen kazaaien zo. En ik had zo'n grote kazaai. Ze was
in Parijs-Roubaix die winnaar kregen, zo'n kazaar opgoffen en laten vallen, natuurlijk klink op met een grote teen en een dikke teen en een blauwe nagel, of voor was de enige die gekwetst was. Maar dat was allemaal geen erg, maar we geraakten toch serieus in de miserie met eten. Mijn vader, één breuklijn en de tweede breuklijn om eraan te werken, waren de bombardementen. En nu nog, ik deel mijn leven in, als ik spreek en ik vertel, voor de bombardementen of erna. Waarom? Omdat ik heb verhaal gehoord die zo ingrijpend waren, en ook omdat we dan verhuisd waren, enzovoort, enzovoort. Maar in de oorlog zelf was het eten. Mijn vader ging smokkelen. En die had een jas. Een soort corset. Hij deed zijn kleren uit. En hierover, in lijnwaad, een soort onderjas. Onderal, praktisch op zijn bloot lijf. En dat was gestikt. Mijn zuster had dat gemaakt. Allemaal met repertjes, niet repertjes, met zakjes. Moet ik zeggen, heel lange zakjes, smalle. En als ze dan met een boer kwam in Amol, ergens in de Vlaanders, kon hem dat koren kopen. En dat werd dan met een trechter, in die pijpen gegoten. Zo heel de jas vol, ook op de rug. En dan ging dat 3-4 kilo in, dan neemde hij aan zijn jas daarover. En dan hopen dat hem gecontroleerd werd, maar niet afgetast werd. Niet gevoeld. Want hij ging smokkelen met een zakje, met graan, en dan had hij dan de staatse controle op, en was dat graan kwijt. Dus je kon altijd, dat was een truc, genaamd 4 of 5 kilo op je lijf mee. Hè. En dan een klein zakje met een kilo in. Die kilo die kon dan aan die controleurs geven, maar die 5 kilo namen mee, dat was een truc. En mijn vader aan de spoorweg had nog een truc, ik kan dat niet verklappen. Die hadden een sleuteltje voor die deuren open te doen aan de treinen. Je weet, een trein die stopt, die deuren gaan voor een deel automatisch open. En die andere deur, die gaat niet open, maar mijn vader had een sleuteltje, die kon die deur open doen. En dan stapten ze niet uit langs het perron, maar langs de kant van het spoor. Wat dan natuurlijk niet veilig was, maar kom, dat was een ding dat ik me ook nog herinner. En dan werd dat graan thuis gemalen met zo'n molen. En van waar kwam die molen nu, kunnen geloven? Die was gemaakt in het arsenaal, hè? Hoe ze dat buiten smokkelden, weet ik niet. En zo zijn er verhalen te vertellen. We zullen, het is bijna 4 uur. Ik heb tot slot nog een paar dingen bij. Iedereen wil mag eens komen zien, maar ik zou willen sluiten met de vrolijke noot. En dat zijn een paar oorlogsmoppen. Ik heb ook een paar tekeningsjes bij, zo. Je kunt dat ook. Ik heb nog zelfs ergens een schrapnel bij. Ah, hier is hem. Een schrapnel uit een oorlog. Van een bom die ontploft is. Komt ergens van op de Leufsesteenweg of de berg. De moppen. Het was in de oorlog, dus de Hitler wou Engeland bezetten. Maar je moest naar Engeland geraken met schepen en hij had niet genoeg schepen en hij heeft het gevonden. En Hitler laat heel de kust van de Spaanse grens tot in Noorwegen afzetten met al die soldaten. De Duitse soldaten allemaal. En op bevel, eindsweiderij, zuiven, moesten die zieleek drinken. Ja, die zijn allemaal te drinken en dat water zakt. En Churchill die zit daar en die zet al de Engelse soldaten aan de kust. En die roept, 1, 2, 3, pissen. En het water staat terug. Dat zijn kindermoppen, maar die hebben onthouden. Er waren ook anderen die knieën of daar komen. Dan dat paard. Dat staat ook in een tekening. Paarden in de oorlog waren geen auto's. Die laten vagen vallen. Hè. En dat paard draait zich om en zegt tegen die twee mussen. Heb je een rationkaart bij? Dat was ook want in de oorlog, daar zijn nooit zoveel moppen verteld. Hè. En liedjes gemaakt. Het is ongelooflijk.
En dan die Brusselse receveur, iedereen verstaat receveur op een tram ontvangen, een Brusselaar, die is naar Engeland kunnen vluchten, die is bij de Royal Air Force, en die komen boven België, boemen uitgooien, en die moeten op dat toppetje daar, we mikken boem, die gooien die boemen, die klep is open, en die roept naar beneden, tout le monde servie, iedereen bedient, dat is ook zo'n verhaal. Er zijn er nog zinnen van papier en meet, maar dat vertel ik niet. Dan, ja, als kind heb ik daarmee gelachen. Rosa komt binnen gelopen, Rosa Beurwouw. Clemens, mijn moeder is Clemens. Clemenske, Clemenske, ik weet al waar dat je ras kunt krijgen. Ons moeder springt recht, ja Rosa. En Rosa is heel flegmatiek in China. Apropos, ik heb ook zo anders kunnen geleerd. Hè. Ik wist waar Cherbourg was, ik wist waar dat Jip was, ik wist waar Charkov was. Ik kende al die dingen, hè. Want ik was al als kind een gazettenleider, hè. Ik ben dat nog trouwens. Daarom geloof ik het niet, hè. Verwit ik het maar. Goh, en dan dat was een plezant verhaal. Hè. Je weet, de Duitsers hadden op tent van de oude straat leeggetogen. En verder weet ik, ben ik wel een weet. En niet alleen mag mij een proefvliegtuig, mijn straalvliegtuig. En ik krijg een speciale helm op waar dat op staat. Der Führer Adolf Hitler. Ja, hij stapt daarin en die piloot vertrekt en die wil laten zien wat hem kan. Hoor. Die mocht een looping en zo, hopla. En dat gaat dan 600-700 per uur. En niet alleen zei op het moment dat hij die piloot. Heer piloot, ik moest kakken. Ja, dat die ploot, hier is geen toilet, dat gaat niet. Ja, ik moest zeizen, ik moest zeizen. Ja, dat die ploot neemt nog een helm mee. En kakt niet nog een helm mee. Ja, Hitler kakt niet in helm. En ja, wat moet ik dan met maken met die helm vol stront? Ja, dat die ploot zal het venstertje open doen. Die doet het venstertje open en die helm boot het venstertje dicht. En die vliegt nog wat Turken en die landen terug. En op het moment dat ze landen, hoort Hitler langs de roodsprekers afropen, op vleegveld. De Führer dood, helm met zijn hersenen gevonden. Dat weer verteld na de bevrading. Hè? En dan, die ene, hij nog een auto van af kunnen krijgen, dat was een Duits. Hij zat in de pikken donker, want alles was donker gemaakt. Alleen een klaar lichtje dan niet. No. Die rat overheid, weet niet wat. Of wel is een pater of een pastoor of wel een dikke hond. Want een dikke hond had hem doodgereden had. En ik moet die mensen toch verwittigen, want die hond is van de mensen. En hij zei dat, zo klaar sperken licht. En dat is een café, hij gaat daar binnen, doet die deur open, komt binnen. Ha, literair, de hond is dood. En iedereen springt recht. Hey! Hey, dat is ook een ook na de bevrading. Hè. En dan heb ik twee lekens bij. En dan zou ik dan willen me eindigen. Maar je mag allemaal komen snuffelen in de papier. Ik heb ook een receptenboek gebouwd voor onkruid te gebroken azijn. En dat is. Heet dat niet alleen de kinderen zongen, maar ook de mensen als ze op straat veerden. Older de bolder, Hitler zit op zolder, met zijn mond vol stroot en morgen is hem dood. En de kinderen, kadijen, en niet de kinderen, de kadijen zo van 10, 11 jaar. Die hadden een leken op de melodie van. Ik ga het zingen dat ik het kan, heel bekend van Lili Marlene. Iedereen kent het leken van Lili Marlene. Maar dat was een Mechelse versie, dat ik had niet de volwassenen, maar de kadijen zongen dat. En dat is, onder de lantaarn laat een wezen vrouw. Met wie schieven binnen en in een bult op zo. Bult Caracas, violen en een baas, een putteke met geld, waar de bult op speelt. Dat is Lili Marlene, dat is Lili Marlene.
twee woorden. Ik dank u allen zeer. Wel, Marcel, dat was heel, heel interessant. En ik ga eerlijk zeggen dat ik op sommige momenten ook wel kippenvel kreeg. Ja? Ja, echt waar. Michel, die gaat nu nog een woordje zeggen. Maar ik wil eigenlijk al meedelen dat daarna er een kleine receptie aangeboden wordt door het Liberaal Huis. Dus wie dat er daarna nog een glaasje wil drinken, die kunnen dat dan gewoon doen. Maar alleszins... Ik blijf toch zitten, want ik kan niet goed staan. Dank u wel. Dat is heel lief, maar gaat dat niet moeten doen voor mij? Dat is heel goed. Ik doe dat graag. Ja, maar dat is met heel veel plezier gedaan. Dank u wel. Ik zou zeggen, Marcel, hartelijk bedankt voor de wereldische, fantastische causerie. Ik denk dat jij nog klaar bent voor er nog een stuk of 10, 15, 20 te doen met de verenigingen die hier allemaal achter die organisatie zitten. In de eerste plaats de Kring, het Willemsfonds, de faculteit van het Mechels, de stadsgidsen, het Achtmeicomité. Daarvoor wens ik nu toch ook die mensen allemaal te bedanken dat ze hun leden hebben opgeroepen en dat ze hier met zoveel naartoe zijn gekomen. Meneer de burgemeester, meneer de Schepen, ik ga nog een klein gewet al zijn, dat is de ook zo, er is altijd daarna tussen de programma's zitten, er nu tegenwoordig reclame, dat je niet kunt doorzappen. Tenzij dat je een geweer weet, als je, ja. Maar het volgende, het volgende dat het Wereldfonds in samenwerking ook met andere mensen, de Kring onder andere. De Kring, ik denk dat iedereen dat wel weet, dat een noodheidkundige kring voor Van Mechelen is. Maar ook de Gidsen, de stadsgidsen van Mechelen gaan daarmee meedoen in Mechelen 2000+. Dat is de zaterdag ook hier op deze plaats, 23 oktober, gaat Herwig de Lanwa, de voorzitter van de Kring, zit hier trouwens bij ons als mede-organisator, het derde deel van zijn Mechelen-trilogie, zullen we maar zeggen, presenteren. Daar gaan we een lezing over geven wat er allemaal in staat. Naast dat in ontwenteling is er nu de stad in verwondering. Die komt uit, officieel denk ik, de 28e oktober in de boekhandel, nadat die voorgesteld is. Maar Herwig heeft zich akkoord verklaard om voor die verenigingen al een kleine lezing te geven. Om een tip van de sluier op te lichten wat er in zijn boek staat. En dat zal ook in voorverkoop zijn. Dus als je als eerste erbij wilt zijn, dan kom je de 23e naar hier en dan gaat hij zijn boek hier gesigneerd krijgen. Krijgen, met betaling van de som die nodig is. Ik dacht ergens net geen 50 euro. Het is zoals altijd, ik heb hem al eens ingekeken. Het is een zeer verzorgde uitgave van de uitgeverij Elena, die toch zo stilletjes aan in Mechelen een zekere naam heeft gekregen bij het uitgeven van boeken over Mechelen. Dus dat is een oproep. Hè. Voordat je zoiets iets gaat drinken, pakt u een agenda, schrijft dat in. Zaterdag 23 oktober om 14:30 uur terug hier. Voor een boek van Herwig. Voilà. Dank u. Ja, wie wil het komen zien? Wie wil het komen zien is welkom. Hè. Als je wilt komen kijken hier, dan kan je mij zien. Moet je nog zat kaffen? Ja, als je wilt, ja. Dat is heel gedaan, jongen. Hé, de Janssen. Straf, hè? Ja, ik heb nog een foto van tante Nijmegen in de oorlog.